De trainer van Jong Almere City en de assistent-trainer van DVS 33, respectievelijk Florian Wolf en Jaap de Vries. Na afloop van deze enerverende pot voetbal. Vond je het enerverend, Florian? Ja, ik denk dat het in ieder geval voor het publiek een leuke wedstrijd was om naar te kijken. Er gebeurde genoeg, dus er waren kansen over en weer genoeg. En ik denk dat er in fases aan beide kanten goed werd gevoetbald. Maar ook in fases aan beide kanten heel erg slordig balverlies werd geleden. Dus ik denk voor het publiek heel erg leuk om naar te kijken. Uiteindelijk voor ons natuurlijk als resultaat wat minder. Daardoor wordt het vaak ook leuker, hè? Door al die fouten, maar ook door de ruimtes die er zijn, Jaap. Ja, dat is zeker weten. Er was vandaag echt een keer een tegenstander die wou gaan voetballen. Waardoor er ook ruimtes waren aan beide kanten. En voor ons was het ideaal. Jullie zijn alleen net niet slagvaardig genoeg voorin. Want anders dan denk ik dat het ook gewoon 5-4 had kunnen zijn, Florian. Ja, nou ja, ik denk als ik kijk naar rust, komen we denk ik goed de rust uit. Waarin we twee opgelegde kansen krijgen om eigenlijk op voorsprong te komen voordat jullie op voorsprong komen, om het zo te zeggen. Ja, en de eerste beste kans naar rust, wat zal het zijn, de 54ste minuut ongeveer, 55ste, ja, ligt hier aan de andere kant een goede aanval in het mandje. Dus ja, dat is ook de realiteit. Zo gaat dat, hè. In ieder geval bedankt namens het publiek voor de instelling waarmee jullie spelen. En ja, dat levert altijd dan toch wel een hele mooie pot op. Ja, daarom. Ik denk ook dat veel amateurteams zien vaak niet al dat jongteams graag komen vanwege het publiek. Maar ik denk dat het wel altijd leuk is als ervaring om tegen te voetballen. Ik snap ook dat ze niet 10 jongteams erin willen hebben. Maar ik denk dat in elke competitie als er 1 of 2 bij zitten, dat het ook weer iets anders oplevert. Hè. Spelers vinden het ook leuk om te voetballen. Wij willen gewoon voetballen. En ja, je ziet ook wel voor het publiek dat het gewoon leuke wedstrijden zijn, denk ik. En ik moet zeggen, dat is niet de eerste keer. Dus precies, dat is zo. Jaap, het viel mij op, in de eerste helft was het nog niet zo intens bij DVS 33. Ze hobbelden soms echt nog wel eens achter Jong Almere City aan. Maar de tweede helft, toen gebeurde er echt wat. Hè. Toen was het intens en werd er ook enorm gestreden. Ja, goed, we hebben in de rust aangegeven dat we toch vonden dat het de eerste helft wat te vrijblijvend was. We hadden met name moeite met de nummer 7. Daar reageerden wij te weinig op. We hebben gezegd in de rust zal het toch een tandje hoger moeten mannelijk voetbal worden. En ja, je zag het terug. Hè? De duels werden gewonnen. En ja, wat hij zei, kregen we wel een grote kans naar de rust. Maar daarna hebben wij toch wel, denk ik, het heft zijn handen genomen en mooie goals gemaakt. Ja, inderdaad, bedankt voor deze middag. Tuurlijk, jullie ook bedankt. Oké, jij ook, Jaap. Dank u wel.